het is nog eens tijd voor een unboxing. Yo, Jolien die beheert de berichtjes op Instagram en zij had verteld dat er redelijk wat berichtjes waren binnengekomen dat mensen het leuk vinden wanneer wij iets unboxen. Dus bij deze, we hebben weer iets nieuws in huis gehaald en we kunnen deze weer unboxen. Deze keer de allergenenfilter van Rowenta, de Pure Air Genius. En die zorgt ervoor dat 100% van alle allergische stoffen die in je huiskamer of in je slaapkamer of waar dan ook in je huis aanwezig zijn, dat die gefilterd worden door dit apparaatje. Ik moet zeggen, ik ben hier bijzonder benieuwd naar. Want Jolien die heeft vaak wel eens een beetje last van zo, ja, van een kuchje en van een neus, van zo dat snuffelen zo met de neus. En ik heb dat eigenlijk ook wel. Dus we zijn vast voor iets allergisch. Alleen weten we niet naar wat. Maar het kan echt van alles zijn. Hè? Bijvoorbeeld een kat of een hondallergie, dat kan je hebben. Maar wat dacht je van bijvoorbeeld pollen die in de lucht hangen? Daar kan je ook enorm allergisch zijn. Als het in je huis komt, hè, dan heb je daar natuurlijk binnenshuis ook last van. Dit machientje zorgt ervoor dat de lucht gereinigd wordt en dat er geen allergische reactie meer kan optreden bij jou. Ik ben heel benieuwd. Eerst gaan we de doos openmaken. Op deze flap staat er een handige installatiegids, waardoor dat je meteen goed opstart. Dat ga ik straks even erbij nemen. Ik ga nu eerst even kijken wat er in de doos nog verder zit. Twee easymootjes. En natuurlijk het grote geschut, de machine, zit in één geheel. Dus ik ga het heel voorzichtig eruit halen. Zo. Hier is die al. Bovenaan zitten knopjes, filtertje. Heel veel gaatjes. Zo natuurlijk om die lucht te nemen en terug uit te stoten waarschijnlijk. En voor de rest zitten er ook nog heel wat boekjes in. Die ga ik nu eerst eventjes lezen en dan ga ik jullie er alles over kunnen uitleggen. Ziezo, ik heb hem nu opgezet. En dan denk je vast, ik hoor hem helemaal niet. Dat kan. Het is een heel stil apparaat. Ik heb hem nu ook wel op de gewone functie gezet. Je kan hem ook nog eens op een stille functie zetten. Dan gaat hij nog eens zachter. Maar je kan hem ook op de harde modus zetten en dan klinkt hij zo. En dan voel je ook wel dat hij harder aan het werken is. Hij is veel harder aan het blazen op deze manier. En in principe, je zou dus eigenlijk perfect kunnen kiezen om deze modus aan te zetten wanneer het heel erg vervuild is. En hoe weet je dat? Door te kijken naar de lampjes. Branden ze groen, dan is je huis of je kamer waar je hem zet licht vervuild. Branden ze blauw, dan is het helemaal gezuiverd. Je hebt ook nog andere kleuren om aan te duiden hoe het met je huis gesteld is. Je hebt ook een hele handige app. Ik heb net het toestel verbonden met de wifi en zo kan ik dus alles te weten komen over de luchtkwaliteit hier in huis. Dus je ziet het, licht vervuilend, en als je dan op de puntjes verder drukt, dan zie je precies wat. Er zitten namelijk 3 deeltjes en allergenen in. En 48 gasvormige VOC. En dat is onder meer fijn stof bijvoorbeeld. En dat kan komen omdat we hier aan een best drukke baan wonen. Er passeren heel veel auto's. Dus die fijne stofdeeltjes die komen hier ongetwijfeld ook wel binnen. Ik ben ervan overtuigd dat deze box er gaat voor zorgen dat dat aantal gaat zakken. Toen ik daarnet eigenlijk de app had opgestart, dan zaten we nog aan 54. En nu alweer 48. Dus het is al aan het minderen. Dat is goed. Verder kan je ook zien in het dorp of gemeente of stad waar je ook woont, kan je zien hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit buiten. Ja, als dat dus heel extreem is, dan gaat het ongetwijfeld bij jou binnen ook wat meer vervuild geraken. Dus dat is heel erg handig om te volgen. Je kan met de app ook de lichtjes bedienen die het toestel heeft. Hier kan je het een beetje feller zetten. Nog feller. Maar je kan de lichtjes uiteindelijk ook gewoon uitdoen. Dat is handig als je die in de slaapkamer zet en je vindt dat toch wel storend. Wel, perfect zou ik zeggen. Maar nu mogen ze aan. Dan weten we ook hoe het hier gesteld is met onze lucht. Hoef ik niet naar de app te kijken. Ik zei dus daarnet wel dat het goed is tegen allergische stoffen die binnen kunnen hangen. Maar het is dus ook nog veel meer dan dat. Hè. Fijne deeltjes horen er ook bij. Schilfers van huisdieren. Pollen, zelfs gas dat hier binnen zou kunnen hangen, dat zuivert deze Rowenta.
Dus dit toestel is voor veel dingen goed en ik denk dat we er ook wel veel plezier gaan aan hebben. In de zin van, ja, het is altijd leuk om te weten hoe het gesteld is met jouw kamer. En ik ga hem ook nog eens op een paar andere plekken zetten in ons huis. Zo weten we telkens hoe het daarmee gesteld is. Je hebt de volledige controle en het is ook wel leuk om dan uiteindelijk te zien dat het ook echt beter gaat. Hè? Van licht vervuild wil ik heel graag naar een propere kamer gaan. Ik ben al blij dat het licht vervuild is, want het zou natuurlijk nog extremer kunnen zijn. Dat is het dus gelukkig niet. Verder kan je met de app ook nog een planning maken, waarin dat je hem dus bijvoorbeeld zegt van kijk, 's morgens op de gewone dag, in de namiddag, wanneer we aan het werk zijn, draai maar eens goed door. Tegen dat we dan 's avonds boven komen, weer terug de stille modus, kunnen we de televisie kijken en dan gaat het huis ook alweer beter verlucht zijn. En tegen we gaan slapen, hele stille modus, want anders worden we wakker. Ik kan ook vragen om dat te herhalen op weekdagen bijvoorbeeld en dan in het weekend een andere modus selecteren. Dat is heel erg handig. Er zitten ook natuurlijk filters in de machine en via de app kan je ook gewoon een nieuwe filter bestellen wanneer het nodig zou zijn. Krijg je ook een melding, maar jij ziet het 0% momenteel. Hier kan ik gemakkelijk nog een jaar mee verder tot wanneer ik een nieuwe moet kopen. Over de woonkamer ben ik best tevreden, maar ik ga hem eens installeren in onze slaapkamer. Kijken wat hij daar zegt. Slaapkamer hetzelfde verhaal, niet te veel stoffen waar we allergisch aan kunnen zouden zijn. Dus geen huisstofmijt of geen andere zaken die hier hangen. Maar wel heel veel van die fijn stofdeeltjes. Gelukkig kan deze machine dat ook filteren. En ik denk dat we er goed aan doen om de machine gewoon even zijn werk laten te doen deze nacht. En op stille modus te zetten, zodat we er niet veel last van hebben. Maar dat die wel gewoon optimaal hier de lucht ververst. En dan gaan we vooral morgen het resultaat ervan zien. Er mag ook nog eens iets gegeten worden. We zitten in onze salon. Hallo. En Jolien die eet een pasta. Ja. Speciale pasta. Ik eet ook iets. Groentepasta. Ja, groentepasta. Met meer groente dan erbij. En smaakt dat? Ja, maar lekker. Toch? Ja, ik vind het ook wel lekker. Ik heb zo een beetje een andere substantie, zo, maar ja, wel lekker en heel weinig koolhydraten. Is het dan ook gezond? Ja. Ja. Het is een rode linzenpasta. Gezond is altijd goed. Ja. Ik was mijn haren zijn ook geknipt. Ja, goed zo. En gekleurd. Kapper is geweest. Ja, dus ik ben toch wel zo een groot stuk van mijn haren kwijt. Ja, het valt niet echt op. Nou, toch wel, vind ik. Ik vind het wel mooi. Ja. Is goed. Meer zomers terug. Dat is eigenlijk al van voor de lockdown geleden dat met mijn haar nog een keer was geknipt. Dus hey, we moeten ook terug onze sportoefeningen doen. Ja, dringend. Ook nog vandaag? Ja. Hoe lang zijn we hier eigenlijk al mee bezig? Met deze oefeningen zo. Hoe lang doen we dit al? Tiental minuutjes, een kwartier. Nee. Al sinds het begin. Zijn we zo in maart mee begonnen? Nee. Ik verwacht nu. April? 2 maanden ongeveer. April, mei, juni? Nee, nog niet april, nee. Laat? Mei, juni denk ik ongeveer. Ja. Mei, juni, juli. Ja. Bijna augustus. 2,5 maand bijna. Hey. Zijn en dat we goed bezig zijn. Vind ik ook. We zijn in de tussentijd ook al afgevallen. Hoeveel kilo? Ik ben bijna 5 kilo kwijt. Ik ook. Ja. Maar eigenlijk vind ik het allerbelangrijkste is, ik ben best wel al veel centimeters kwijt. En dat vind ik echt heel fijn, want ik draag ook heel graag. Onttrek. Ja, ik draag ook heel graag een hogere jeansbroek bijvoorbeeld. Maar voorheen ging dat niet zo heel gemakkelijk, want ik had heel snel zo van die zwembandjes. En nu lukt dat eigenlijk wel goed, dus dat is wel fijn. En het is ook fijner ook om zo in bikini rond te lopen, toch wel met die 5 kilo minder, toch wel die paar centimeters minder. Dus ik ben wel heel erg tevreden. Het en het is ook leuk dat het ook, maar je ook resultaat ziet natuurlijk. Maar de oefeningen gaan ook steeds beter. Ja. En in het begin is het echt heel erg puffen en zweten. We hebben trouwens nu niet onze buikspieren. Nee. We zullen een beetje af, hè. Ja. Dus dat niet altijd alles. Maar het gaat maar beter en beter en je voelt ook om de duur van, goh ja, om de duur is het echt wel makkelijk en dan mag je een beetje dat wat verder leggen, ja. Hè. Mag je een beetje moeilijker maken voor jezelf. Ja. Als
Want als we, ik ben blij dat we snel in begin deden, we er zeker een half uur over. En nu nog maar een kwartiertje, denk ik. En, dus het gaat best wel snel. Ja, het gaat echt goed. Maar ja, misschien binnenkort weer onze lat weer een beetje hoger leggen. Ja, denk het wel. Maar ja, we moeten er ook wel heel erg op letten dat we ook wel gezond blijven eten. Dat is heel belangrijk. Ja, en ik ben ook niet voor de oefeningen die te ver gaan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, omdat je niet... uren mee bezig bent ook niet helemaal. Voilà, mag niet te intensief worden. Nee. En trouwens ook nu dat dus ook eigenlijk mijn haren geknipt zijn, ben ik zeker weer een halve kilo weer kwijt. Ah ja. Nee. Ja, dat is echt wel kort. Als ik zo kijk, echt kort. Een heel klein staartje. Maar we hebben dat weer goed gedaan. En we gaan niet opgeven. Het is iets dat we geleerd hebben uit de toch wel rare tijd die we hebben gehad. We hebben een heel lange tijd zonder werk gezeten. Met ons koffie- en theehuisje dan toch. En ja, toen hebben we toch wel wat dingen geleerd. Zoals dit, sporten. Ja, ja, dat is misschien wel hetgeen is dat we wel echt wel geleerd hebben. Dat is waar. En we hebben even andere dingen geleerd. Maar dit is toch wel een belangrijke schakel in ons leven geweest. We zijn fitter dan ooit en ik voel me ook echt goed in mijn vel. En we gaan ook vannacht ook extra goed slapen, want de luchtreiniger staat op de slaapkamer. Hij staat nu goed te draaien en straks zetten we hem op de stille modus. En dan slapen. Ja, en dan gaat die band ook blijven doorwerken, maar in heel stille modus. En normaal moeten we dan een sublieme nacht hebben, maar dat kunnen we pas morgen vertellen. Ja. In een nieuwe vlog. Ciao. Tot morgen. Dag. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.